Dag mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Ik sta in de kleedkamer bij de jongens en ik krijg alweer gelijk goed nieuws van Hassan. Wat heb je, jongen? Oorlog, bro. Wat heb je gedaan? Heb je vriendin? Heb je vriendin erin gebeten of zo? Nee. Wat dan? Ik was bij de deur, iemand die de deur volop open. Ja? En die helemaal bloedde. Nou, lekker dan. Kom er ook nog wel even bij. Het is weer zaterdag en we zijn natuurlijk weer op de club. Eetje loopt hier te zeuren. Wat zeg je? Volgens mij wil je gewoon heel graag op de vlag, hè? Ja, kom maar, zeg maar, jongen. Joppie, kijk. Joppie is er ook na een half jaar. Dadelijk een wedstrijd tegen Longa. Die staan nummer 2. Ja. Waar wij staan, hoef ik niet te zeggen. Dus laten we even kijken wat Jop net wilde. Wat is er nou, Jop? Wat wil je nou dan, jongen? Zeg eens even dan. Wil je wat vertellen tegen de kijkers? Nee, joh. Jawel, ah, kom op dan, joh. Wat moet ik zeggen dan? Weet ik niet. Je was net ook aan het schreeuwen. Alles goed, jongens. Wat ben je aan de half jaar, jongen? Job loopt zogenaamd stage bij mij. Ah, fuck off. Half jaar niet gezien en nu heeft hij in een keer zelf een klein komen, misschien motivatie. Ik zeg, tuurlijk, jongen. Als je langs wil komen, Joppie, dan mag je langs komen, toch? Is goed. Ja? Je had zondag ook wel een beetje motivatie nodig tegen Eilenmark, hè? Ga weg. Even naar Hans. Hé, hey, hoor. Hoe is het dan? Ja, goed. Hard aan het werk? Ja, hard aan het werk. Oeh, Ranja, lekker hoor. Ranja. Lekker hoor, lekker. Ja, dat is mijn vriendin. Echt waar? Ja. Ik zit nu in oervlogs in, dus dan, ik ben een oer die is me nu aan het opnemen. Hé, oh. Hey, jij moest van die wedstrijd erop zitten. Dat je in de keuken met de vlogs bezig was. Ja? Ja, dus, wanneer? Ja, wanneer was het? Vorige week zondag toch? Ik was toch, heb ik toch gedaan? Nee, ze kan het niet vinden. Jawel, de laatste vlog. De laatste vlog, zeg de vlog, Hans. Daar sta je ook nog in. Daar sta ik ook nog in. En wat zeg maar daar, oer? Liken, delen, abonneren. Yeah! Lekker, Hans. Lekker. Hans, vanaf laat ben je al bezig dan vandaag? Kwart voor acht ben ik hier. Mee, niet ja, kwart voor acht. Wat een strijder deze Hans. Yeah, toppetje. Onze andere verloren zoon, toen zei je er ook weer. Hoe is dat, jongen? Verloren zoon, broer. Leuk dat je er bent. Ja, en kijk, ze zijn er gewoon allebei in één keer samen. Een paar weken niet gezien. Een paar weken? Ja. Zeg eens een paar maanden een keer. Ik heb je gewoon een tijd niet gezien, jongen. Nee. Maar dan komt jullie je zien. Je weet toch, jullie zien dat niet van koud weer. Jullie zien dat we laat staan, hè? Jullie willen sporten nu, hè? Jullie denken die oer laten we niet meer alleen, hè? Ik heb gehoord, de laatste weken, drama. Alleen maar scoren, maar geen punten pakken. Dus ik denk, ik kom je niet. Je bedoelt kansen missen? Nee. Oh. Want je komt niet eens in de buurt bij kansen missen. Nou ligt die echt zo ergens, niet normaal. Of niet, Jop? Ja, zijn ze er gewoon allebei, hè? Onze twee verloren zonen. Weken niet gezien en dan... ja, zal ik vandaag komen, zeg je op. En dan zal ik vandaag komen, zegt hij. Wat zei je ook alweer? Dan motiveer ik ze een beetje. Heel veel succes, Jop, jongen. Hey. Als het je lukt. Kijk, eerst bij jou beginnen. Ja, inderdaad. Ja, ik voel me een beetje onder druk, man. Moet echt winnen, man, toen zei. Vandaag? Echt helemaal gek, hè? Vandaag, ik zeg jou. Cho. 3-0 ja, voor ons. Ik hoop het. Die vies onderschat niet. Hij in die best overschat hem. Sharon Nassif houdt 100%. Hey, dit heeft me veel boete gekost. Vervelende vies. Ja, bravo. Die moet niet meer. Oh, dat is fijn, man. Kijk. Allemaal mis. Ik raak het ook nog mis. Nou, ze zijn lekker ontspannen allemaal. Dat is in ieder geval een goed teken. Ik wil geen druk voor de wedstrijd. Ik wel. Ja? Goed. Ja, jij ook wel, Damien? Nee, daar is nergens van nodig, jongen. Tweede plaats tegen de Zeeper. Ja. Komt goed, toch? We gaan winnen, toch? Dat dacht ik, jongen. Wat zei de scheids dan niet? Niks. Wat zei de scheids? Wat zei de scheids? Zeg dan. 5 minuten voor de wedstrijd of zo. Kijk, Donnie komt het even aan het doorgeven. Lekker, Donnie, jongen. Lekker warm lopen. Scheids, wat verwacht je van de wedstrijd? Een mooie wedstrijd, een sportieve wedstrijd. Hey, veel succes, hè. Dat was het, oké. Nou, zo simpel is het eigenlijk ook, hè. We zijn nog bezig met de warming-up. Ik ben best gespannen eigenlijk, want ja, gewoon een belangrijke pot. We moeten gewoon winnen. Maar goed, de boys die zijn er lekker rustig onder. Net een goede warming-up gedaan, goed positiespel. Dus ik ben benieuwd wat het gaat worden. Ze zijn, het is tenminste goed om te zien dat ze geen druk voelen of wat dan ook. Zodat ze lekker aan die wedstrijd kunnen beginnen dadelijk. Ik zie jullie straks weer. Ciao. Yo. Echt niet weten hoe graag ik deze wedstrijd wil winnen. Echt, ik word helemaal gek. De andere wedstrijd is nog bezig, dus we moeten nog heel even wachten. Oh, wat zei je samen? Moet winnen. Wat zei je, beste wat? Gezond eten, teetje laat eten. Heb je nog even motiverende woorden voor ze, Isabe, of niet? Tuurlijk wel. Wat moeten ze doen? Tuurlijk wel. Alles zeggen, even denken, ik moet winnen. Moet winnen. Sporten moet winnen. Klasse. Hard.
Goed kan rood pakken. Nu komt! Klik, klik, mami druk je sank aan op mijn big stick. Shit chick, ik zweer je bent de bom, mami tik, tik. Doe me denken aan de switch, check je rug. Ik doe de aanval vast, lippen! Wat doe je doen? Goed, tweede helft gaat nu weer beginnen. We staan met 1-0 achter. Ja, als ik nu weer ga zeggen dat we beter zijn en veel meer kansen hebben, geloven jullie mij misschien niet. Dus ik laat het Job even zeggen. Job. We zijn wel beter, jongens. Twee keer op de laatste keeper van de tegenpartij. Hoe kan die keeper die bal nog tegenhouden, Job? Van Demi. Dat is toch ongelooflijk, echt. We hebben zoveel pech, ja. Maar goed, dat moet je ook afdwingen. Ik hou die erop hoog. Sis in the club, ze heeft lekker zit drugs. Fuck me helemaal stuk, grab me net als hier. Om mijn bitches in de foto en vandaag gaan we zorgen. Mijn via's zien met mijn boeren, maar wat doen we hier nou? Het is weer zondag en we zijn natuurlijk weer bij Spot Club. Gisteren 2-0 verloren uiteindelijk. Ja, zelfs die trainer kwam naar ons toe. Ja, wat goed elftal, hoe kunnen we verliezen? Maar ja, als je 1000 keer op de lat schiet, ik ben er een beetje klaar mee. Maar ik zit weer eens na Chris. Volgende keer beter, hoor, man. Nee, wij laten Ja, dat is wel ja. Ben wij echt laten klaar mee. Zien hoe het moet. Wij laten vandaag. Wij of jij? Wij. Ik denk jij. Wij. Hey, maar hoe kan Patrick wissel staan, man? Ja, maar ik ben echt helemaal klaar mee na gisteren. Die trainer komt ook, ja, wat waren jullie goed, dan kunnen jullie laten staan, maar daar kopen we helemaal niks voor, of niet Chris? Ja, ik vind niet dat het aan de trainer ligt. De jongens moeten harder werken. Daar ligt het. Dat had ik graag, hè. Ik denk dat die B1-11 van jou harder moet gaan werken. Dat vind ik ook. Ik was er ook nog wel gisteren, maar ja. Nog 6 wedstrijden te gaan, dus we moeten nu wel, anders dan degraderen we gewoon keihard. Ja, dat is hartelijk onwaardig. Ja, dat kan ik niet begrijpen. Ik ook niet. Maar goed, ik ga vandaag even bij jullie vlaggen, man. Dus gewoon lekker even bij je eerste, misschien wel 3 punten een keertje. Ik moet elke week mijn kijkers vertellen dat we verloren hebben. Dan kan ik vandaag even kijken en vertellen dat we gewonnen hebben. Chris. Wij gaan winnen. Wij gaan hard werken. Maar wij laten zien aan die B-jongens hoe het moet. Chris doet dat even. Chris regelt het zo. Voor de tegenstander, hè? 90 plus afgelopen met deze wedstrijd. Patrick. Jammer hè, jongens. Papa niet gescoord, hè? Ja, beste voetballers en voetbalsters, daar ben ik weer. Ik was het bijna vergeten, maar de winnaar van het shirt die komt nu in beeld. Gefeliciteerd, kijk even in de beschrijving wat je moet doen en dan zorg ik ervoor dat je hem zo snel mogelijk krijgt. En ik heb even een goed idee, vinden jullie het leuk om op woensdagmiddag bij Spot Club Enschede te komen voetballen tussen 4 en 5 even een uurtje. Dan ga ik jullie training geven of gaan we lekker partij doen. Is gratis, dus je hoeft er niks voor te betalen. Laat even in de reacties achter. En als we genoeg aanmeldingen krijgen, dan zorg ik ervoor dat ik dat volgende week woensdag in de vlog even laat weten of dat doorgaat. Dus reageer en dan... gaan we lekker een potje voetballen met z'n allen. Tot snel. Ciao. Oh ja, en like op Insta, Facebook en alles. Hè. Niet vergeten, doen. Bye bye.